Yo, beste kijkers van de Comedy Channel, vandaag weer een gloednieuwe troll. En in deze troll ga ik iemand die heel graag een rank wou hebben, bubbles rank wou hebben, op de server, gewoon trollen. Zo simpel is het. Ik heb gezegd dat hij kans maakt dat hij een paar dingen moet bouwen. Er gebeuren heel veel leuke dingen. Ik zou zeggen, vind je het video nu leuk? Vergeet dan niet om op een blauw duimpje omhoog te klikken. Zou enorm awesome zijn. Ik zou zeggen, veel kijkplezier. Laat even een reactie weten wat jij van deze troll vindt. Deze kans krijg je maar één keer, dus ik zou zeggen, grijp je met alle benen en voeten wat je hebt. Mag ik de world ass gebruiken? Nee. Nou, dan lukt het niet. Weet je, ik zet je voor één keer richting stap op. Ik denk dat je naar mij jezelf kijkt, dat is heel moeilijk. Zo, jij bent nu bij mij en dan halen we Joost erop bij. En dan gaan we beginnen. Ben je er klaar voor? Oh wacht, ik zou je even slash manu at staf. Nou, ik zou zeggen, je krijgt van mij om te beginnen 1 minuut tijd om Joost zo goed mogelijk na te bouwen. 1 minuut. Ik ga het nu in. 1 minuut. Succes, je hebt wel dat. Met die kleren. Nee, de kleren hoeft niet. Tijd is al ingegaan, hè? Ik zou opschieten als ik jou was. Infinity Jenner. Je onthouden hoe hij eruit ziet? Doof is voor je. Maakt het steen moeilijk. Zo ziet hij er altijd zo plat uit. Ja, nu kan je hem zien. Kijk, het is veel mooier als je zoiets maakt, joh, of niet, joh? Nou, zulke pukkels heb ik ook weer niet, hè? Ja, maar wij houden niet juist van aparte dingen, toch? Je moet niet alles zo recht willen bouwen. Ja. Dus, nou. Ja. 10 seconden te gaan nog. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En stop. Wat de fuck heb jij hiervan gemaakt, hé? Leg eens uit. Nou, wat is hier zie je de... Als Joost misvormd is. Ja, het ziet er zeer misvormd uit dit jaar. Dus op dit onderdeel krijg je een half punt van mij. Een half punt. En je moet uiteindelijk 20 punten halen om te slagen als bouwer zijnde. Je krijgt van mij nu meer 1 minuut tijd om een huis te bouwen. 1 minuut tijd, dat gaat nu in. Een huis van Iron. Ja. Water? Wat ben je aan het doen, joh? Een waterhuis? Oké, lol. Is dit een nieuwe trend? Oh. Er staan 2 palen, hè? Je hebt nog maar 30 seconden. Ik zou opschieten als ik jou was. Hoe ben je er allemaal van aan het maken, joh? Hey, what the fuck? Wat ben je aan het doen, Joren? Weet je wel wat je aan het doen bent? Dus je zet nu een deurding neer. Oké, nu is het ik. Joren, kijk je de comments wel? Nee. Volgens mij niet als ik dat zo zie. Wat ben je hier aan het doen, joh? Je hebt nog 10 seconden. Twee, één, en stop de tijd. Joost, geef het dus een punt. Hij heeft 20 punten nodig. Nou, ja, hij heeft wel leek een dikke muur hier. Ja, maar dit kan al niet. Maar dit is het te breed. Dakje. Ja, maar dit is het te brede muur, hè. Dat kan al niet. Een dakje zou wel fijn zijn. Ja, en een half punt geef ik je, Joost. Maar, je kunt het goed maken. Bouw.
Want we zullen hem laten bouwen, zegt hij Joost. Ja. Een waterval. Een waterval. Tijd gaat nu in. Succes, ik ben heel benieuwd. Oké. Okay. Oké, okay, wat de heck is dit? Ben je nu het dak aan het maken van het andere huis? Nee. Wat ben je dan aan het doen? Oké, okay, wat de fuck? Waarom ga je lavawaterval plaatsen? Jorgen, ik weet je wilt graag bouwer worden, maar wat de heck ben je aan het doen? Denk je dat je zo'n bouwer wordt? Nee. Maar waarom denk je dat ik jou moet aannemen als bouwer zijnde? I don't know. Nou, bouw dat eens wat fatsoenlijks. Kom op. Lava plaatsen bovenop een waterval, Bjorn. Handig. En je hebt nog 10 seconden de tijd. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En je tijd is op. Nou, ik ga je een punt geven. Je had 20 punten nodig, hè? En je hebt in totaal 1 punt, want je hebt 2,5 punt gekregen voor de moeite. Ik ga jou. Ik vind het wel een team, man. Het is een kunstwerk, of niet, Joost? Nou, ja. Ja, zo'n speciale waterval heb je nooit gezien. Die wil ik best wel in mijn tuin hebben. Maar, Bjorn, ik denk dat ik. Goed nieuws voor je heb. Wat dan? Op het moment dat jij het volgende kunt opschrijven, dan kun je misschien een pluspunt verdienen. Maar dan moet je van letters maken. Mag het in de grond? Ja, mag je op de grond doen. Oké. Oké, je begint met een L. Oké. Okay. Vervolgens een K. Moet sneller. Kom op. Go, 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 go. What the fuck? mooie stenen vloer. Oké. Okay. Goed bezig, Jorren. Nou, beetje tempo. Oké, en dan vervolgens een I. Ja, een I. Met een puntje erop. Ja. Vervolgens doe je een T. Oké. Nou, even kijken. Valt je niet al iets op aan die letters? Zei je? Viel je niet iets op aan die letters? Dat L kit. Oké. Nou. Even kijken. Wat is je volgende opdracht?
Ik ga je zo meteen teleporteren en dan moet je eventjes dat in een hok gaan staan en dan vervolgens roep ik je bij me. Oké. Okay. En dan mag je dadelijk allerlei gangetjes door gaan lopen en daar... Ik sta in een hok. Ja, je gaat eigenlijk in een hok staan. Sta ik al. Oh ja, maar je komt eigenlijk bij mij in een hok staan. Uh-oh, dat is spannend. En dan moet je alle vragen goed beantwoorden. En je mag slash TP hier. Ja, ik doe dat. Bang! What the fuck, wat is dat? Nee, er stond iets in me. Nou, even kijken, maak even een dakje op, hè. Nee, niet alles. Ik moet zelf nog wel even hier doorheen. Hier, oh, wauw. Jij wil ook een mooi dakje, hè? Ja, je geeft me een mooi dakje. Ik vind echt een heel mooi kleurtje. Kiekeboe. Kiekeboe. Even kijken hoor. Wil je hier even wat dingen neerzetten? Een blokje licht of zo? Ja, dat weet ik. Mooi raampie. Ja, dat kan ook. Oké. Even kijken, een deur erin. Ik kijk eens even deze deur erin en dan komt het helemaal goed. Oh wacht, een iron door is beter. Kun je niet doorheen kijken toch? Door welke deur kun je niet heen? Volgens mij door een beer. Door een citroen. Citroen door. Ja, deze en een dark oak. Hoe lang duurt dit nog? Bijna klaar. 10 minuten. Nee, joh, 5 minuutjes? Ah ja, het is bijna klaar. Dan moet ik de hond uitlaten over 5 minuten. Even kijken, Nou. Ben je er klaar voor? Elke keer als jij dadelijk een vraag goed hebt, krijg je ja, eigenlijk iets meer. Ik zou zeggen... Let's even control nog één keer. Ja, ik ben er klaar voor. Nou, deze poort open nu. Alleen als je het goed hebt, lees de vraag goed op. En je mag het bordje ook al lezen. Deze weg. Ja. Hallo. Wat zei je? Ja, begin maar. Wat is een... Wat zei je? Ja, wat staat er? Wat is het duurste blok in Minecraft? Ja. Jij bent aangenomen. Ja, dat is het eerste. Maar wat is het duurste blok? Want dan mag je pas verder. Emerald. Dat is... Wat voor een blok? Ah, keur het goed, joh. Emerald blok. En dat betekent dus dat jij sowieso bent aangenomen. Hoe vind je dat? Leuk. Je bent ook echt blij. Enig, man. Laat eens merken dat je blij bent. Gil het uit. Nee, ik ga niet gillen. Dat wordt... Oh, oké. Okay. Volgende dan maar. Nee. Join. Dat klopt. En wat staat er verder? Wat is de grootste zombie in Minecraft? Maar omdat jij het gelooft. Dus even wachten, hè. Ik wil nu dat je heel blij gaat zijn. Dat jij...
Dat lukt nou niet, want ik heb meer mensen in thuis. Maar ja, je zegt nu eens bedankt voor dat je nu staf hebt gekregen. Je laat het helemaal niet merken. Kom op, mee. Krijg je staf? Dan heb je zoiets van, ja, dat is staf. Wacht, ik kan het even... Wacht. Ja. Als je microfoon nu hoort zitten. Ja. Je hebt een koptelefoon, denk ik. Ja, hallo. Ja, wacht. Oké, hij is blij, mooi. Ik vind het goed. Gaan we dan naar de volgende deur. Wat staat daar? Hij is trots. Ja. Je bent helemaal geen staf geworden. Ja, je is helemaal aan. Nee, je was helemaal happy zo van hier. Ik ben staf. Jammer, Bjorn. Oké. Wat vind je ervan? Is jammer. Is het troll geslagen of niet? Want je gelooft het wel of niet? Ja. Wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Bedankt voor het kijken. Alleen dat. En wie van jullie wil... We gaan proberen, want we zitten bij 4 man in Teamspeak, om het om zijn beurt iets te zeggen om het af te sluiten. Oké, weet je wat, Kai? Jij begint met de eerste 2 woorden. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor. Oké, bedankt voor. Joost. Kijken en... Vergeet niet... Joran. Te liken. En abonneren. Kai? Kai? Kai weet niks. Joost? Doei. Nou, jullie kennen mijn intro dus niet. Of outro dus niet. weet je hoe het met outro gaat? Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nu leuk? Vergeet dan vooral niet om op een blauw duimpje omhoog te klikken. Zou enorm awesome zijn. En dan zou ik zeggen, hopelijk tot de volgende keer. Ja, maar dat is veel te lang. Dat is veel te lang. Dit is te moeilijk voor jou om te onthouden, Joost. Maar ja, jij hebt een spoortje voor 5. Geen hersenen, sorry. Maar ik zou zeggen, nogmaals bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zie ik jullie weer bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal. Later.